Invite me. Ik heb je geen invite. Nou, dan ga ik ondertussen even hout hakken. Maar het heeft gesneeuwd trouwens. Maar ik heb denk een project voor straks dat ik een hele stenen muur ga bouwen. Om ons huis heen, om de kleine farmhuisje heen. Oh, met allemaal torch erin in het midden. Ja. Dat is misschien wel een heel goed plan voor het huis. Ja, met allemaal torches erin. En dan kunnen we misschien ook ooit een toekomstige villager farm erbij bouwen. Dat monster zit er weer. Ja, dat is misschien wel een goed, ja, dat is wel een goed idee. Weet ik. Ik heb altijd goede ideeën. Er zit weer zo'n ding. Bro, laat me de rust! Ben je zeker, John? Die dingen zijn zo. Die dingen maken echt gekke geluiden. Opa, gaat het goed? Ja! Eens kijken of dit werkt. Oh mijn god. Ik zweer je. Oh mijn god, zit op ons dak. Ik dacht dat dat Herobrine was, maar het waren gewoon wat Johns. Op ons dak? Ja. Oh, hij zit op ons huis. Eh? Ja, hij zit op ons dak. Hoe dan? Ja, dat weet ik dus niet, maar ik ga nu torches plaatsen op het dak. Goed idee. Ik heb 4 torches precies, dus ik ga ze op, het, op de hoek... Hij zit er midden aan leuk naar je te staren. Vanaf waar? Daar, ik zie hem. Ja, links van. It's daytime. Sun is shining. Skeleton's burning. One is not burning. I'm gonna kill it. Ja, Minecraft wil ook nieuwe skeletons gaan maken, hè, voorbij. Ja, de bulk, als het goed is. Ja, fucking sick. Oh mijn god, echt waar. Het is weer daglicht en dat ding staat in het bos. Welke? Dat ding, dat schreeuwt. Nee, ik bedoel jou niet. Jij zit niet in het bos. Oeh, ik heb een enchantment boek met sharpness. Hebben we al een enchantment table? Nee, dat hebben we normaal niet. We hebben wel genoeg obsidian ervoor. Ik ga even een enchantment table maken. Oh, hebben we wel boeken? Nee. Dat moet wel. Nou, misschien hebben we wel ergens leather in de kisten zitten en sugarcane of papier. Leather, dat hebben we wel moeten hebben, denk ik. Ja, hier, 24 boeken. Ik wist het. Ik wist nice, dat. Nice. Ja, ik ging waarop bij je village, toch? Vast wel, denk ik. Hey, ik was lang verreed. Ik heb ook een village gezien. Wow, alleen... wow. Wat is er? Daar sta ik dus geen ene flikker van, wat je zegt. Oh ja, Mike, ik weet misschien een leuk idee voor onze gate die we dan gaan hebben. En dat is? Gewoon een redstone of zo. Ja, gewoon met een knopje dat ze zeg maar uit elkaar schuiven. Zo, en dat ze weer in elkaar schuiven. Ja, is goed. Heel mooi, vliegt in de lucht. What the fuck doet hij? Zeg maar gewoon zo, sk. En dan met van die iron fences, je weet wel. Maar gewoon super simpel. Ja, ja, ja. Waarom staat dat ding daar in de ingang van de bos? Wat? Oh ja, ja, weet ik ook niet. Dat zei ik ook. Daar zeurde ik ook van. Dat hij daar stond. Hij blijft er ook echt gewoon voor altijd staan. Hij kijkt nu naar jou. Ik kijk nu naar hem. Ik kijk gekke, tussen zijn ogen. Gekke starenwedstrijd. Ik ken je oprecht tussen ogen. You bastard, I'm gonna fucking kill you, you bastard! Come get on here, you bastard! You bloody hell, mate! You fucking bloody bastard, mate! Come on! Ah? Mijn oren! Ik hoor hem nog steeds. Hoor ik nog steeds het geschreeuw in jouw microfoon? Nee, ze zijn er klaar. Oh, na 2,5 jaar. Ja. Eindelijk. Ik was al van plan om zelfmoord te plegen bijna.
Dit ding maakt ons echt gewoon gek. Hoor je het zo hard in mijn microfoon? Ja, het was fucking hard. Ja, dan weet je hoe ik dus mijn oren nu bloeden. Wacht, ik ga vast even beginnen met een gate. Zeg maar even kijken dat. Want ik weet niet, werkt dat? Ik weet niet. We spelen. Wat spelen we nu? In welke Minecraft-dingen? Je ziet Java of wat is dit? Java. Oké, Java dan. Volgens mij werkt dat dan wel. Waar de fuck is alle redstone? Alles zou moeten werken, maar nog steeds voor mij werkt dat nooit. Waar de fuck? Nee, maar als het goed is als het Java is, kunnen we fucking makkelijk een design maken voor de poort. Echt de meest simpele ooit. Waar de fuck is alle redstone? Weet ik niet. Ik heb fucking veel redstone! En shit. Hier is redstone. Ja, ik heb hier de redstone. Waar staan de pistons? Waar staan de sticky pistons? Ja, ik heb heel wat What the fuck, heel lang stond achter je. Niet waar, hij staat niet achter mij. Nee, hij stond. Ik zei stond. Ja. Nadruk. Geloof ik dus helemaal niks. Geloof ik dus helemaal niks van. Okay. Waar de fuck zijn de sticky pistons? Weet ik niet. Oh, hier. Ik zie ze. Thank you. Wil je het zeg maar zo doen dat als je naar buiten gaat, dat hij gewoon open kan blijven? En als je terug naar binnen gaat, dat hij pas dicht gaat? Of dan zijn we redstone blok. Ik weet niet of je dat kan doen. Anders hebben we redstone blok nodig. Maar dan maken we het gewoon redstone blok. Als we genoeg hebben. Nee, maar mij, kom eens. Of... Ja. Nee. Ik wil weten wat je vindt van deze gate design. Zeg maar, als je op die knop drukt. Druk er zelfs. Druk op die knop, dan gaat hij zeg maar... Oh, handig. Ik weet niet, vind je dit wat of... Dat is wel wat, ja. Oh! Okay, top. Oh, what the fuck! It's a dumb motherfucker! Hij doet... Oh, hij is sterk! What the fuck? Hij twee hit mij! Hij twee hit jou? Ja! Ik sta een beetje nou, stil... Dat krijg ik dus. Dat gekke geluid wat ik hoorde voordat ik die deur opende, was dus blijkbaar dat monster die achter je aanging. Dat is handig, hè? Alleen dan moet ik even nadenken hoe het zit als ik met die redstone blok ga doen. Zou ik dat dan via de grond? Hoe zou ik dat doen? Maar Fabio, hoe ga je... Want moet je hier dan ook een knopje plaatsen? Ja, daarom ik even aan het nadenken. Ja, daarom ik even aan het nadenken hoe ik dat ga doen met die redstone blok. Spawn point. Dat ding is hier. Okay. Ik zie hem staan. Ik ga hem aankijken. Hij is weg! Ik hoor een wolf. Ja, dat is dat ding. Dat oh ja, mij. Ik heb in die eetkist pak gewoon een beetje. Ik zeg gewoon het eten gedonder. Dus pak gewoon een beetje eten eruit en dan gewoon doorgaan. Kut. Dat ding zit bij mij. Niet heel heet. Rennen. Ik kan niet rennen. Dat ding zit daar ook. Nee. Ik ga dood. Kill me. Oh ja, ik heb geen spawn point. Dus ik spawn bij de world spawn. Dat ding zit daar trouwens. Dat bedenk ik me nu pas. Dat ding loopt bij ons huis. Oh mijn god. Find me, you bitch! Flip, spullen. Nee. Ik, deze en mijn backpack. Ja, voordat ik die weer vergeet. Wacht, doe je vingers hoor. Fabio. Ja? Wat is er gebeurd met het huis? Ja, die was in de fik gegaan. Het ging... Mijn hele huis is in de fik. Oh, wat vind je van de gate? Hij werkt niet perfect. Wow. En ik heb mechanismen. Oh. Dat is zo gaaf. En hij is 3 breed, dus hij is lekker breed. Ja. En dit is de omleiding van de muur, wat ik wil maken. Maar ik wil hier straks, hier, wat ik hier wil maken, is zeg maar een farm gedeelte. Zeg maar buiten de muur.
Zeg maar, daar bouwen we er ook nog een muur omheen, maar dat is zeg maar echt een farm gedeelte. Okay. Waar we onze koeienfarm gaan neerzetten. Dit is gewoon ons normale farm gedeelte, wil ik ervan maken. Ja. Hier. En ja, wat de verder rest wat in de muren komt, dat zien we dan wel. Oké, nice. Ja, alleen ik ben even met de omleiding van de muur bezig. Dat het wel goed eruit ziet. Ja. Want ik heb het een beetje raar gemaakt. Maar wat vind je van die poort? Ik vind het best nice. Ik heb een klein beetje inspiratie gepakt van YouTube. Ja. Van hoe die design, zeg maar, dat die, met die drie deuren. Maar de redstone heb ik zelf gemaakt. Nice. Alleen, het komt veel makkelijker. Alleen, ik ben brutaal en ik moet het weer moeilijk doen. Oh ja, Mike, ik heb ongeveer een beetje gerekend met hoeveel stacks aan cobblestone we nodig hebben. We hebben als het goed is 104 stacks aan cobblestone nodig. Lukt makkelijk. Nee, weet ik, maar ik dacht, ik zeg het even. Voor okay. Als je denkt dat in één keer waarom we... Wat was over de kost aan? Nee, ik ben letterlijk om de huis heen gelopen, een beetje geteld en zo. Toen kwam ik op 104 uit. Kijk uit waar je loopt trouwens, want de basis, ik probeer het dak nu af te maken, maar dat komt op het oppervlak. Tot het oppervlak. Dus hoogstwaarschijnlijk kan je vallen in de basis. Ah! Wat? Zag je dat ook of niet? Nee. Holy shit. Wat gebeurde er? Oh, Herobrein kwam en ik... Zo achter me, ik schrik tyfus. Ik denk dat je dat wel hoorde, of niet? Ja, ik hoorde jou schreeuwen. Ik schrik normaal nooit zo snel. Nee, dat klopt. Het was best bijzonder toen ik jou hoorde schrikken. Godverdomme, ik was gewoon rustig aan het bouwen met mijn blokjes, een beetje te plaatsen. En één keer... Lekker Herobrein achter mij. Hij glitcht helemaal. Ja, de glitch, hij is helemaal geglitcht. Monster, een beetje zombie monster-achtig. Ja. Ik weet alleen niet waar ik die andere gate ga neerzetten. Ik denk dat ik hem daar. Ja, ik weet. We gaan twee gates hebben, oké? Okay? Oh, oké. Ja, is goed. Fabio. Luke. Een stack aan 22. Top, kan ik weer een beetje verder. Nee, ik dacht, ik maak eerst even de base van zeg maar hoe het eruit komt te zien. En dan maak ik die muur gewoon... Maar ik wil het zeg maar wel zo maken dat de muur gewoon een beetje slordig is, zeg maar. Dat het niet te netjes is. Dat gewoon daar weer veel hoger is als daar en daar weer daar. Want ja, waarom veel te netjes maken als we toch een horror survival spelen? Want horror, slordig, past wel een beetje samen. Precies. We kunnen net zo goed het huis dan weghalen. Die daar ons staat, huis? Bij de farm. Oh ja, die ja. Ja, de man van de void heeft hem toch al afgebrand. Ja. Bro, echt, dat was wel Jorg ook... In één keer in huis weg. Nou, ik had hem al één keer in de fik zien vliegen en toen had ik hem nog gered op tijd, maar... Is het gewoon toch los? Ik kon niet op tijd zijn, want het verspreidt zo snel, jongen. Ja. Weet je waar ik blij om ben? Nee. Dat de Weeping Angels er niet meer zijn. Oh, die Weeping Angels, jongen. Oh. Ik weet zeker, als ik in de tussentijd aan het bouwen was, heb ik wel sowieso 30, 40 Weeping Angels moeten doden gehad, als ze er nog waren. Ja, en sowieso, dan had je ze geen eens doorgehaald, want hun voetstap is ook zacht. En als je ze uiteindelijk pakken hebt, dan teleporteren ze je van 1000 blokken weg van je basis. Ja, of ze teleporteren je naar de limbo. Dat kan ook. Of ze breken je nek. Maken je dood. Ja. Er zit nog allemaal oude shit, ook de twee Wither Skulls zitten hier nog. Huh? Hoezo had ik die nog niet? Pookie Scary Skeleton. Ja, man. Ja, wat is die team die net nog? Ja, Spooky Scary Skeleton. Het huis is nu officieel weg, alleen nog maar de afdruk waar het stond. Is er nog. Agerat is ook straks wel weg, joh. En deze kiezers hebben ook echt de meest nutteloze shit. Ja, alleen nog een rest van torch, die hebben we nog wel nodig. Ik ben nu een trap aan het maken naar mijn en als ik die zojuist heb gemaakt, dan ga ik gewoon zoveel mogelijk cobblestone halen. Ik hoor de cave dweller. Ik hoor nog een cave dweller. Ik hoor nog een cave dweller. In ieder geval niet in de muren. Binnen de muren. Ik hoor nog een cave dweller.
Ja, je hoort er heel veel. Ik hoor echt zoveel achters. Ik hoor er echt. Ja, ik hoor er nog meer. Waarom zoveel cave-dwellers? Omdat ze ons gewoon dood willen hebben. Blijkbaar. Oh, joh. Wanneer ik een cave inga, dan zie ik hem gelijk. Ik hoor er nu zo vaak, weet je. Oh, ik zit in een grot. Holy flip, holy flip. Oh, what the fuck is dat? What the fuck is dat? Dat ding is hier. What the fuck? What the fuck was dat? Ja, weet ik, dat komt door mij. Oh, Mike, je moet op die minimap zien hoe dat eruit ziet als baas met die muur. Die ziet er echt van boven fucking nice uit. Oh, ja. Eerlijk, ziet er echt fucking mooi uit. Ja. Zo, ik ga alles even een beetje belichten. Er zitten 3 creators in de grot. Er zitten 4 van die gezichten, 5 van die gezichten in de grot. Ja, dat is 5 keer ortiefus. Ik vraag me af of dat ook echt de wezens zelf zijn of alleen het gezicht, want dat zie ik niet door de spinnenogen. Ik hoop dat het alleen maar gezicht is en niks anders. What the fuck is het in een cave? Het gezicht die maakt alleen maar geluid. Oh, we hebben nog in de muren, blijkbaar hebben we nog een cave ergens zitten, een soort van binnen de muren. Dat mag wel blijven, dus ik wil nice. Er zitten er 8 hier! 9! Please zeg alleen maar dat jullie gezichten zijn. Sterf! Alleen gezegd. Bro, waarom spannen jullie zoveel? What the fuck? We moeten gewoon deze farm in deze hoek een beetje uitbreiden tot, ja, gewoon deze hele achterkant ofzo. Wat doe je daar nou weer? Echt godsamme lief, hé. Kijk wie hier staat. Oh mijn god. What's up, G? Wacht, ik schiet hem eerst. Ik schiet hem eerst en dan... Dat werkt geen eens. Ik doe mijn volume serieus omlaag. De seconde dat hij achter je aankomt. Ja, je kunt zo stom blijven staan. Daar word je niet mooier van, hoor. Potverdikkie. Ja, donder nou maar op. Serieus. Oeh, ik heb W-Riz gepoet, Mike. Ik heb gewoon die W-Riz. Nice. Girl, you know, I. Last night we had a liquor talk. I can't remember anything but sing, but we sing it all. I wish that this body never met. Baby, something tell me is over yet. Is dit nou een slime? Oh mijn god, een slime. Oh. Meer sticky pistons. Nog meer? Weet je wat ze kunnen krijgen bij die mensen? Ik heb hier wat van slime gevonden. Ik moet per se ook nog zo'n heel klein skelet bij irriteren terwijl ik mijn slime dood. Dat is pech, geen kinderen. Dat is pech, kinderen. Waar? Wat? Waarom schreeuw je? Kut! Keukenwijk. Cave Dweller! Waar? In de grot, hij staat stil. Hij is weg, mooi. Doet jouw vrienden dat ook aan je aders zitten of dat niet? Ze is al een keer gedaan, maar ze is er niet zo obsessed mee. Oké, die van jou zijn niet zo obsessed mee. Die van mij is er fucking obsessed mee. Dat kan ik die enigszins snappen. Mega John! Mega John! Ja, kom er op ze! Hij zit er! Kom, wacht. Laat mij... Ik kom naar haar toe. Mega John! Ik lok een beetje naar ons huis toe, oké? Okay? Ja. Is goed. Mega John! Wow! En er zit nog een... Ik kom naar haar toe. Holy shit. Ah, natuurlijk moeten jullie ook nog komen, net terwijl ik mijn Mega John probeer te verslaan. Mike, pas op rechts, links van ja, je. Ja, ik zie hem. Rechts van je. Oeh, ik zie hem, ik hoor hem ook gewoon. Oh, dat is een goeie. Gewoon van, we moeten ook trapjes maken die op de muur kunnen. Want de muur is toch heel groot en dan kunnen we straks zeg maar, dan gaan we met gate fences, gaan we hier aan de buitenkant, gaan we zo'n heel rood... Ah, godverdomme.
Ik probeer dat ding te doden. Oh, hij heeft echt een satisfying geluid. Oh, die Mega John maakt echt een heerlijk monster geluid. Oh, oh nee. Man, ding, 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 ding. Is hij diegene die... doe toch niet? Ja. Oké. What the fuck? Wow! Snel, tortjes! Ik, echt waar, deze Phantom is zo fucking perfect. Ja, ik hoor je niet hoor. Nog twee, ik ga slapen. Ik heb er eentje dood. Oké, kom naar je toe. Ze verbranden! Bang, let's go, payback. Waar is die Mega John? Nog steeds buiten. Kom, door de poort. What? Hallo. Zou die lief zijn? Ik heb een screenshot gemaakt. De boot is weg. Wow. Oh, easy kill. Easy kill. Maar wat als je nu allemaal mini Johns summit? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Hij is net zo slecht als die andere Johns, man. Ja. Hij doet maar een half hartje damage. Serieus? Oh, wow. Ja, één hartje. Hij is dood! 7 diamonds. Mijn... Wow! Die toortjes Mavid werkt echt, what the fuck? Ja. Waarom ben ik hier achter gekomen? Weet ik niet. Ik dacht, dat waren gewoon die oogjes die naar kijken. Dus ik ging er naartoe om ze weg te jagen. Dat bleek gewoon dat ding te zijn. Fucking hero. Ah, motherfucker! Wat is er? Hij schiet weer zichzelf naar me toe en dan maakt hij mijn zicht weer heel donker. Oh, ja. Heeft hij nu al iets te vaak gedaan, als ik eerlijk mag zijn. Ik begin Hero Brian Brecht te haten, jongen. Ja. Ik vond het echt, ik was echt helemaal hyped. Ik vond het cool als hij die shit bij me deed. Maar nu begint hij irritant te worden, hoor. Ja. Oh, we hebben dat soort gordijnen. Ja, ik dacht, het ziet er al grappig uit. Ja. We nog een beetje decoratie in ons gevangenishuis. Wat? Je moet eerlijk zijn, dat is gewoon nog gevangen. Ik ga testen of die... Jezus, dan gaan we even kill. What the fuck? Damn. What the fuck? Wat? Je stem is ook hier, je stem verdwijnt. Ja. Te veel grote zwaar, hoor. Ik in het bos. Ja, we hadden het nog over Mega John, dat we hem nooit zien. En nu? Ja. Alleen, ik had hem wel heel sterk verwacht, maar dat was hij niet. Nee, hij was niet echt sterk, nee. Ik dacht hij is net zo sterk als een giant, een grote zombie die echt 20 hard damage doet. Ja, zo'n grote zombie is niet leuk. En zijn knockback ook niet. Oh, die muur ziet er goed uit, jongen. Oh, ja. Heerlijk. Ik zie daar gewoon mini-johns. Ik zie daar die gekke man die zo hard schreeuwt. Gaat die mooi in onze basis. Die kan er mooi niet spannen. Oh, heerlijk. Oh, dat voelt zo heerlijk als alles buiten de muur is. Ja. En hij loopt zo even op de muur. Wat? Ja, en nog de Midnight Lurker. En de Midnight Lurker. Ja, toch. Oh, dat is geen Midnight Lurker. Denk ik. Oh, wel, dat is wel de Midnight Lurker. Dat is wel de Midnight Lurker. Godverdomme. Het is gestopt met regenen en sneeuwen. Oh! Oh, daar is hij! Oh, hij is weg. Waar? Ik heb hem aangekeken, hij is weg. Oh mijn god, waarom staat hij hier? Las ik hem altijd aan. Geronimo! Waarom werkt dat met die toortje? Waarom werkt dat? Weet niet, mijn oren doen pijn. Vast wel, zou ik wel. Dat hoor ik. Kortom. Ja, ik ook.
Stop met je wolfgeluid. Ik heb heel veel cobblestone nodig. Oh! Fabio, niet bewegen. Ja. Er zit een cave dweller te zwemmen. Er zit hier een cave dweller, Fabio. Fight me then, huh, you black monkey eater! Fucking black monkey! Ik ga dood, ik ben dood. Nee! Ja! Let's go! Ja, het is al gelukt, eindelijk! Eindelijk, man! Ik was anderhalf hartje! Oh god! Eindelijk! Oh, damn, bro. Ik was echt bang dat ik dood ging. Ja. Oh, de brood is op, Mike. Oh, de brood is op, ja. Hoe gaat het met de farm? Dan hebben we nu ook 1,5 stack erbij. Die farm geeft ons namelijk elke keer 1,5 stack ongeveer. Ja, klopt. Wow! Nah, hoe de fuck? Nee, what the fuck? Kut ding, echt waar. Oh ja, daar dacht ik dus juist aan. Ik ga dat trouwens nog toe. Wat? Ik ga die enchanting room ga ik gewoon in dat hoekje doen van dit huis. Bro, stop met stalken, bro. Echt vies vuile kutmonster. Waar, waar? Twee? Twee? Ja, twee van die schril oorlelijke, oorpijn lelijke kutbeesten. Waar. Twee van die schril lelijke. Oké. Okay. We hebben al een start van de enchanting table. Nah, zit op de muur. Waar? En Herobrine ook. Hallo. Herobrine ben ik niet bang voor, maar deze rotbeest, dus ben ik wel bang voor mijn oren. Ik ga waarschijnlijk. Ik zie het gewoon eens gebeuren. Oh. Ja, ze zijn alle twee, what the fuck. Hij loopt. Gelukkig gaat hij niet naar me toe, hij loopt ook iets dichterbij. Ja, dat is alleen als je hem niet meer in je zicht ziet. Zijn er ook fucking twee? Ja, dat gaat fucking veel pijn in je oren. Oh my ja, god. Ja, waarschijnlijk ook aan mijn leven. Waar? Fuck dat. Kijk ze lopen. Ja, met een goede gedrag over de muur heen. Ah, rotbeest dat we zijn, jongen. Dus kom achter je aan, Fabio. Stop. Zie, je moet niet laten zien dat je bang bent. Er is een baby John hier binnen. Hoe dan? Weet ik niet. Want dan rent hij weg. En Herobrine zat ook nog achter me. Oh, hier zaten geen torches. Dat is het. En deze grappies, die kun je ook gewoon niet wegleiden. Maar kan je niet even iets regelen door ze dus gewoon doodgaan? Zal ik eens kijken? Als ze op zo'n afstand blijven, vind ik het niet erg. Oh, oh. Ze gaan nu om ons huis heen. Zo'n skill. Entity type is... The Rake. Hij heet letterlijk The Rake en hij heet Creation in the Mod. Oké, dat is niet de Rake, het is de Rake Sneak. Zo te zien moet ze dood zijn. De Rake Stare. Ik heb blijkbaar 8 Rake Stares gedood. Wow, nee. Het zijn er nu 3. Ah! Ze kunnen niet over fences heen, maar wel over. Ze hebben. Die in de twee die beneden nou gingen bij mij. Oké, ik ga eens kijken. Het zijn niet stairs, maar ze gaan er wel heel veel achter me aan. Trolls. Het zijn ook niet. Oké, is het gewoon een normale rake? Nee. Die dingen bestaan niet blijkbaar. Maar ze komen wel achter je aan.
Fabio. Ja. Bereid je voor. Bereid je oren voor. Kom maar. Kutdingen zijn het. Doe je oren ook zo vol pijn? Ja. Ik heb gelukkig wel. Voor mij wel. Ik heb gelukkig wel het geluid van Minecraft uit kunnen doen, zodat ik niet helemaal hoor. Dat is puur voor de kijkers ook, van dan gaan nu nog ik heb niet kapot, maar ik heb in ieder geval het geluid naar beneden gedaan. Bro, ik ben echt een Johnny, man. Bro, hoezo kan spring ik niet? Hoezo spring ik niet? Lach me nou uit. Heb jij nog meer walls, dan kan ik meehelpen. Oh, wacht, laat maar. Ik maak ze wel. Nou, ik shift deze tegendrukken als ik aan het bouwen ben. Ja, dit keer deed ik ja, dat niet. Was niet nodig. Die daar, de buiten was niet nodig. Nee. Oh, die was wel nodig. Niet breken. Ik wil net zeggen. Nee, wat heb je gedaan? Wat? Weet ik niet. Ik heb helemaal niks verkeerds gedaan. Ik vind deze poort wel hard uitzien. Ik had er wel iets cooler gevonden als ik... Ja, ik kan er nog wel iets aan aanpassen, maar dat gaat dan weer iets meer... Ja. Moet deze zeg maar eentje omhoog en dan moet ik zeg maar met twee pisten. Oh. Dat is eigenlijk erg, we hebben ons helemaal dichtgebouwd. Ik voel echt dat ik in een Walking Dead zit, je weet wel. Ik zie hem. Wie zie je? Ik ben... Oh nee, hij is boos. Oké, nu de moment of truth. Is die deur veilig? Kan hij naar binnen? Hij kan niet naar binnen! Oh mijn god! We're safe, you bloody bitch. Yes! Oh, ah. Oh. Man, we zijn zo overpowered. Weet ik. Onze kleine enchantment table dingen. Ja, hiervoor moeten we nog meer hebben. Het verbaast me dat niet het dak op is geklommen. Maar blijkbaar kan hij nog steeds over onze muur heen. Nou, we moeten alleen nog testen of de muren werken tegen die creatie. Oh, hij staat daar buiten. Hij komt toevallig in ons huis verlopen nu. Waar? Daar is er ergens, recht voor je, ongeveer onder het hoekje. Wacht, ik moet mijn entity test in het schoot zetten. Hij is hier ergens. Ja, hij loopt hier. Oh, skeleton. Ja, hij kan in ieder geval niet meer de muren volgens mij. Lekker. Eindelijk zijn we van hem af. Want er komt er eentje naar ons toe lopen. Nou... Zoals we het zien, kunnen ze er niet overheen, dus ik denk niet dat ons zorgen hoeft te maken. We zijn in ieder geval veilig. Zolang we nog veilig zijn, weet ik niet. Hoelang we nog veilig zijn, weet ik niet, maar we zijn nog veilig. Nog. Ja, nog veilig. Maar dat betekent niet dat we nog voor altijd veilig zijn. Ik pak even wat. Ik moet even een nieuwe diamond. Waarom staat die dirt? Dirt? Ja, bij de ingang van onze trap. Nee. Ik had voor de zekerheid afgesloten. Waarom? Omdat een cave dweller in de basis zat. What the fuck?